Engelen, boodschappers tussen hemel en aarde. Wie op internet zoekt, vindt al gauw massa's sites die gaan over engelen. Maar wat zijn engelen? Bijna niemand heeft ze gezien. En de verhalen komen vaak uit oude, gewijde boeken in verschillende godsdiensten. We hebben onze voorstelling gemaakt van figuren met grote vleugels. Maar is dat ook zo? Engelen zijn vaak zoetige, mollige figuurtjes. Engelen worden op kerkorgels afgebeeld met muziekinstrumenten. Engelen zijn talloze malen in de schilderkunst afgebeeld, in Bijbelse taferelen. Ook op de Oost-Europese iconen komen ze regelmatig voor. En ga eens naar een boekhandel. Engelen, te kust en te keur. Ook de filmindustrie maakt gebruik van het verschijnsel engel. En engelen schijn je naar je hand te kunnen zetten. En wie zonder een schram uit zo'n wrak stapt, heeft blijkbaar een actieve beschermengel. En ook in de dood schijnen engelen een rol te spelen. In deze aflevering van Rond de Toren legt emeritus predikant Jolanda Voorhaar engelen uit in Bijbels perspectief. Jolanda, engelen, waar komen we die voor het eerst tegen in de Bijbel? Nou, het eerste verhaal waar het heel duidelijk is, is het verhaal van Abraham. Hij zit dan in zijn tent en krijgt bezoek van drie mannen, maar dat zijn dan drie engelen. En één van hen, wordt zelfs gezegd, is de Heer zelf. En maar hij ziet drie mannen, hij weet aanvankelijk niet wie dat zijn. En zo is het vaker met engelen. Ze zijn niet altijd direct herkenbaar als het beeld wat wij bij engelen hebben. He, witte gewaden, vleugels, noem maar op. Het zijn drie gasten en hij haalt dus ook alles uit de kast om ze een mooie maaltijd voor te zetten. Ja. Terwijl je niet zou verwachten dat engelen ook maaltijden nodig hebben. Precies, ja. Maar in de Bijbel zijn het dus gewoon, ja, zijn ze niet als engelen herkenbaar. Die etherische wezens die wij er vaak via de schilderkunst van gemaakt hebben. Zo zijn ze in de Bijbel, daar zijn het gewoon mannen die je ontmoet. Ja, heb je nog meer voorbeelden uit het Oude Testament? Jawel, de moeder van Simson, daar kwam ook een engel om de geboorte van Simson aan te kondigen. En Jacob vocht met een engel bij de beek Jabok. Dus ze komen zeker voor. Ja, daar zeg je van, gewoon in mensengedaante, hè? Vaak wel. Het was voor degene waar die engel op bezoek kwam, was het niet herkenbaar als, oh, dat is een engel. Ja. En engel, het woord angelos, betekent natuurlijk ook gewoon boodschapper. Ja. Boodschapper uit de hemel. Tussen hemel en aarde. Ja, precies. Ja. Ja. Worden wij ook op het verkeerde been gezet door de verhalen over de ark van het verbond? Dus de kist die in de woestijn gemaakt werd en waar gepraat of gesproken wordt over Gerubim? Ja, dat zou kunnen dat ook een rol speelt. Hè? Je hebt ook in de theorieën die er meestal buiten de Bijbel om zijn over hoe die engelenhiërarchie zit, heb je de cherubim en de serafim en er zijn zelfs zeven orders van engelen enzovoort, maar dat is allemaal niet Bijbels. In de Bijbel worden ze teruggebracht tot ze lichamen de aanwezigheid van God. Een opening uit de hemel, zeg maar. De hemel staat even open. Ja. En dus de verhalen over de strijdengelen en de boodschappers en zo, dat berust op fantasie?
Ja, van de, kun je zeggen, mensen geloofden er wel echt in. Dus het is ook iets wat ontstaan is. En natuurlijk heb je natuurlijk die ook de, in de apocalyptische literatuur wel, die als de engelen rond de troon staan, heb je ook die wezens met vleugels en zo, die dan ook vaak als engelen gekenschetst worden. Maar het is allemaal, het is in de Bijbel is het geen uitgewerkte leer, dat is pas later gekomen. En vervolgens zijn wij daar, hebben we daar onze beelden dan weer aan ontleend. Dus het is een heel ingewikkeld proces. In de Bijbel is het vooral belangrijk om te onthouden, een engel is een boodschapper van God. Ja. Jacob, met de Jacobsladder, daar wordt ook gesproken over ja. de engelen. Ja, in zijn droom zitten dan engelen die op en neer. Ja, precies. Ja, dus kennelijk ook zo'n moment dat de hemel even open gaat, dat hem even iets duidelijk gemaakt moet worden. Zit daar symboliek in, van op en neer gaan? Van de verbinding tussen hemel en aarde. Dus de hemel komt naar de aarde toe. Maar Jacob moet zich ook richten op de hemel. Ja. Op wat van God komt. Ja. Dus die symboliek is er zeker. En als je dan het begin neemt van het Nieuwe Testament, dan lijkt het wel alsof er heel erg druk engelenverkeer is. Hè? Ja, vooral in het verhaal van Lucas. Leg het eens even uit voor de kijkers. Nou, Lucas vertelt zijn verhaal zo dat daar voortdurend die opening is vanuit de hemel naar de aarde. Misschien dat ik even een coupletje van een lied voorlees. Dat maakt het duidelijk. Het is uit lied 464. Soms staat de hemel op een kier, een bode van de Heer komt hier. Verrast ons met een blij bericht en zet de aarde in het licht. Nou, dat is wat die engelen in het geboorteverhaal doen. Ze leggen een verbinding tussen God en de aarde om de geboorte van dit kind aan te kondigen. En dan eerst komt die engel bij Zacharia, de priester, hè, die oud is, kinderloos, zijn vrouw is onvruchtbaar. Ja, waar hebben we dat al eerder gehoord? Abraham en Sara natuurlijk. Dus die worden eigenlijk weer in het verhaal binnengehaald. Maar zij krijgen een kind dat ook een heel bijzonder kind zal zijn, Johannes de Doper. En een aantal maanden later gaat de engel nog een keer op bezoek en dan bij Maria. Om haar aan te kondigen dat ook zij een kind zal krijgen en dat Jezus zal zijn. En vervolgens, als het kind geboren wordt, dan zingen ze boven de herders in de velden van Efrata. Dus ze geven aan, hier staat iets heel bijzonders te gebeuren. De hemel zet het in het licht van hier gebeurt iets heel bijzonders. Ja. Het is niet zomaar een kind. Het is niet zomaar een kind. Ja, en die boodschap moeten we horen. Ja. En de engelen zijn in koor, zeg maar, en zingen Gods lof bij de herders. Ja. Ja, dan zou je toch haast wel verwachten als die in de lucht zijn, dat die vleugels hebben menselijkerwijs gesproken. Ja, maar daar doet Lucas geen uitspraak over hoe ze eruit zien. Nee. Alleen dat de hemel oplicht en dat er engelengezang klinkt. Dus je zou ook kunnen zeggen van de hemel gaat even open, want ja, daar staan die engelen natuurlijk ook voor Gods troon te zingen. Ja. He, want dat is ook een van hun opdrachten, muziek maken voor God en zijn lof zingen. En daar voegt zich onze aardse lofzang ook bij. Ja. Bijvoorbeeld het boek Openbaring heeft daar prachtige beelden van. Johannes is dus opgevangen op dat eiland Patmos. Daar zit hij, hij wordt door de Romeinen als subversief gezien. En de eerste christenvervolgingen zijn begonnen en hij krijgt dan visioenen en die zet hij op papier om de mensen in de gemeentes een hart onder de riem te steken. En in die visioenen krijgt hij soms ook al een inkijkje in de hemel hoe het daar zal zijn. En dan ziet hij rond de troon van God en van het lam, wat ook nadrukkelijk beschreven wordt, ziet hij een schare van engelen die Gods lof zingen. En daarbij voegen zich al die mensen die uit de grote verdrukking komen en weer kleren zijn wit gewassen en die instemmen met die lofzang. Dus eigenlijk ook een troost voor al die mensen die het leven verliezen in vervolgingen. Van, je komt daar, er is toch nog toekomst. Ja. En onze lofzang stemt daarmee in. Ja. Dus ook onze lofzang op aarde is verbonden met die engelenzang. Maar de engelen hebben niet alleen zo'n, laat ik zeggen, mooie rol. Als ik kijk naar de schade met Gods gramschap, staat er in ja. boosheid. Ja, schade van Gods toorn, ja. Van Gods toorn.
dat zijn ook verhalen. Hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou in dat boek Openbaring, daar heb je dus inderdaad ook die hele donkere tijd waar mensen eerst doorheen moeten. Voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een beschrijving van wat mensen meemaken. Ze ervaren dat. En die toorn die richt zich niet tegen gewone mensen, maar tegen de machtigen. Daar zong Maria al van. Machtig zal hij van de troon stoten. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. En daar zijn die engelen dan voor, om die verhoudingen in de wereld anders te krijgen. Maar dan, ja, het moet vaak erger worden voor het beter wordt, zeggen we wel eens. Nou, dat is wat mensen meemaken. Maar er is uiteindelijk dat visioen van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar God bij de mensen woont en hun tranen afvist. Daar gaat het naartoe. Eigenlijk kun je dus zeggen, ook dat is dus een boodschap die de engelen over moeten brengen. Ja. Ja. Jij bent heel erg geïnteresseerd in engelen. En je bent zelfs naar Engeland geweest op engelenjacht. Engelenspotten noemde ik het wel eens. Een aantal jaren geleden keek ik naar Songs of Praise op de televisie. En toen lieten ze daar een kerk zien met een angel roof. En dat was dus een houten plafond in een kerk waar engelen op afgebeeld waren. En daar werd verteld dat er in Norfolk en Suffolk, dat is dus het deel van Engeland boven Harwich, zeg maar, daar zijn 140 kerken met angel roofs. Achterin het boek staan een aantal kaartjes van de drie gebieden in Norfolk, Suffolk en Cambridgeshire waar die kerken voorkomen. En daar staan dan plaatsnamen naast en de dikgedrukte namen, die zijn de kerken die echt de moeite waard zijn. Het allereerste Angel Roof, dat is gemaakt in Westminster Hall in Londen, dus bij de regeringsgebouwen nu. En dat is gemaakt door King Richard II. En die had iets met engelen, dus hij wilde engelen in dat dak van de Westminster Hall. En nu is het waarschijnlijk zo dat degene die dat voor hem gedaan heeft, dus de architect zeg maar, die heeft later een opdracht gekregen naar Great Yarmouth. Maar hij begon daar ook engelendaken te maken in kerken die toen gebouwd werden. Want in die tijd was de lakenhandel en de wolhandel in Engeland heel groot. Veel rijke mensen die in hun dorpen kerken lieten bouwen en ja, daar dan ook wat mee wilden showen natuurlijk. Dus er kwamen in steeds meer kerken van die angel roofs. En deze man heeft dat dus verspreid over heel Norfolk en Suffolk. Iemand heeft dat in kaart gebracht en in 2016 is daar een boekje over uitgekomen met al die 140 kerken. Kaartjes erbij, de angel roofs of East Anglia. Deze zomer dacht ik van, ik wil dat eigenlijk alsnog doen. Dus ik ben met mijn auto naar Engeland gegaan en heb verschillende kerken gezien met die angel roofs. En ik vond dat heel indrukwekkend. En het gekke is, als je dan zo al die kerken bekijkt, sommige prachtig. Hè, het is, die angel roofs zijn allemaal gemaakt in de rond 1400. Hè, dus het begin van de 15e eeuw stammen de oudste al. Zo oud zijn ze al. Sommige natuurlijk beschadigd. Andere ook in de Victoriaanse tijd weer gerestaureerd. Maar het heeft iets en het deed ook iets met me. En ik heb genoten van al die angel roofs, die prachtige beelden daarvan. Het is echt zeer de moeite waard. Ja. Ik denk dat ik volgend jaar nog een keer ga. Goed. Hey, wat hebben engelen voor boodschap voor het hier en nu? Ik denk dat als we leven bij die verhalen uit het Oude Testament, dat je gewoon in ieder geval getroost kunt zijn door het feit dat de hemel af en toe op een kier gaat en dat er dus een boodschapper komt die iets vertelt over Gods heil. En die verhalen alleen sterken ons al in ja, ook duistere tijden waarin we nu toch leven. Dan kunnen die verhalen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament toch heel troostrijk zijn.